Hele mooie dag in Access Consciousness Nederlands Facebook groep. Ik moet in mijn hoofd, ik was tot nu toe in het Tsjechisch bezig. Dus ik moet even mijn Nederlands aanzetten. Dat werkt nog. Na 2 jaar voornamelijk in Tsjechië en Slowakije te hebben gefaciliteerd in het Tsjechisch, werkt mijn Nederlands nog steeds. Nog steeds niet perfect, dat was het nooit. Maar ik kan nog steeds Nederlands gebruiken, wat wel goed nieuws is. Dat moet ook. Want ik zit nu steeds meer ook weer classes te faciliteren in Nederland en in het Nederlands. Dankzij de gekkigheid van de laatste maanden, van de tijd dat we allemaal thuis opgesloten waren en ook de aanvragen vanuit degenen van jullie die mij nog kennen van vroeger, van toen ik nog heel druk bezig was in Nederland. Ik had vandaag mijn Facebook aangezet en eigenlijk ging ik kijken, en dat doe ik tegenwoordig af en toe, uit nieuwsgierigheid ging ik kijken naar de, hey Pascal, naar de herinneringen van Facebook. Je hebt op Facebook zo'n functie, on this day. En dan kan je kijken wat er gebeurd is in de afgelopen jaren op hetzelfde dag. Hey Anke, oh, dat is zo leuk om jullie te zien. Ook al is het zo, zo op Facebook. Wat had Facebook mij vandaag gegeven is dat, dat vijf jaar geleden was ik in mijn eerste, en toen heette dat nog niet COP class, toen heette dat level 2 en 3. Maar 5 jaar geleden was een level 2 en 3 in Stockholm waar ik aan meedeed, en dat was de eerste grote van Access die ik koos. En ik deed toen al 2 jaar Access, dus ik was echt niet het snelste. Of ik deed de classes niet één na andere. Maar dat was voor mij een grote keuze. En niet iedereen weet het. En veel van jullie die altijd je Access doen en die tegelijk met mij begonnen waren, weten dat ik voor de Access thuis zat met 2 kinderen. En ik was diep ongelukkig. waar dan tegenwoordig al niks meer van over is. Maar ik wist eigenlijk niet wat ik met mezelf moest. Ik wist wel dat ik dingen wou doen. Ik wist wel dat ik dingen kon doen. Maar ik wist niet wat. En ik zat in Nederland. Maar ik was eigenlijk Tsjechisch. En ik had geen contacten. En ik had helemaal geen geld. En bla 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 bla. En nou ja, 7 jaar geleden kwam ik in aanraking met Access. En dus Facebook vertelde mij, 5 jaar geleden deed ik COP. Maar 6 jaar geleden was het de eerste body process cursus hier in de regio en een van de allereerste in Nederland die ik hostte. En een jaar ervoor had ik zelf bars geleerd. Was mijn eerste bars class, ietsjes meer dan 7 jaar geleden. Maar de Facebook had het mij zo laten zien, zo van bam, 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 7 jaar, 6 jaar, 5 jaar, al die stappen. En het is zo maf en ook zo inspirerend, zo geweldig om het terug te zien. En ik had later natuurlijk ook gekozen om CF te worden. En dat is nu, ik weet het niet eens meer. Ik geloof dat het meer dan 3 jaar geleden, misschien wel 4 jaar geleden is. Ik heb geen idee. En vorig jaar werd ik ook 3-daagse body facilitator. En dat gebeurde voornamelijk door heel veel classes te faciliteren in Tsjechië, waar ik Access heen bracht 2 jaar geleden. 2 jaar geleden vroeg Tsjechisch om de eerste Access Foundation class. En er waren destijds niet eens manuals, niet eens een bars manual, maar ik ging daarheen. En de honger was zo groot dat het land eigenlijk binnen 2 jaar heel ontploffing heeft ondergaan aan Access. En ik heb tientallen foundations daar gefaciliteerd met heel veel deelnemers. En het was gewoon tijd. De ding is, in Tsjechië spreken mensen niet Nederlands. Dus er was een enorme taalbarrière. En doordat er ook geen vertalers natuurlijk waren. Als je die classes niet kan nemen, dan kan je ook niet over Access leren. Dan ook al kennen sommige mensen
wel Engels konden ze dat niet exact vertalen, want ze wisten niet wat het was. Dus het duurde een tijdje en nu is er iets enorm groots uit ontstaan. Wat wel heel cool is. Voor mij, als ik zo terugkijk, is de verandering in mijn leven en ook in de wereld om me heen onvoorstelbaar. Ik kon niet 7 jaar geleden, toen ik Access Bars had geleerd, zeggen zo van... Hey, dit is cool, dit werkt, ik breng het naar Tsjechië of ik ga daarmee naar Slowakije. En het was voor mij heel geleidelijk. Ik moest ook erachter te komen hoe dat werkt en of het werkt. Ik was afgestudeerd als een bouwkunde ingenieur. Dus toen ik voor het eerst hoorde over clearing statement, dacht ik zo van, oké, hoe dan? Bars had ik eigenlijk fysiek ervaring mee. Dus dat wist ik. Dat had ik ondergaan. En ik voelde heel veel veranderen. En ik zag ook direct heel veel veranderen in mijn leven. Daarom heb ik ook gekozen om het te leren. En ging ik daarmee aan de slag. Hey Cynthia! Ja. Ja, het is voor mij, Cynthia schrijft, super leuk om je reis zo even te horen. Prachtige creatie. En als ik terugkijk, het is haast niet te geloven wat er allemaal gecreëerd werd binnen 7 jaar en de manier waarop het ging. En de ding is, ik heb het niet cognitief bedacht. Zo van, oh, dit ga ik doen en deze stappen ga ik nemen. Ik ging gewoon echt elke week sinds die eerste barsklas die ik had gedaan, had ik elke week barsbehandeling gekregen. Sinds dat ik foundation nam en de lichaamsprocessen nam, ging ik heel regelmatig swappen. En de verandering die er gebeurt binnen Access is niet te voorspellen. We kunnen niet zeggen, hey, als ik ga liggen en de barsbehandeling krijg, ik wil dat dit veranderde, dat veranderde, dat veranderde. Dat gaat dan ook gebeuren. Maar de ding is ook, wij creëren ons leven in samenwerking met ons lichaam. En ons lichaam heeft vaak veel grotere plannen voor ons dan wij. Het heeft eigen bewustzijn. En ons lichaam is een zo gewaar van veel grotere dingen die we zouden kunnen kiezen. Waar wij cognitief helemaal niet bij kunnen. En daar waar ik het eigenlijk over heb. De bewustzijn van ons lichaam die aangaat door bars, die aangaat door al die geweldige Access Consciousness lichaamsprocessen en al die prachtige energieën die we gebruiken zoals SOP en ESC weet ik veel, SC en Abuse Hold en al die processen die we hebben kunnen ons leven veranderen zonder dat wij dat proberen te bedenken hoe gaat het gebeuren en hoe moet ik de volgende stap maken? Want als we ons lichaam kunnen vragen, hey lichaam, wat heb je nodig om mij verder te kunnen brengen? Wat kan ik je nou geven? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je zijn dat we verder kunnen? Wat zou de volgende stap zijn om een nieuwe expansie te kunnen kiezen? En het is zo grappig, ik ben nu bezig met het tweede boek af te ronden. Die is geschreven. Die heb ik geschreven deze keer samen met mijn Tsjechische host. Die ik eigenlijk 1,5 jaar geleden had ik iemand in Tsjechië ontmoet. Die sindsdien mijn klas is host. En het is een hartstikke getalenteerde man. Die veel capaciteiten heeft voor werken met lichamen en voor gewaarzijn, bewustzijn. En dus de tweede boek schrijven we nu samen, of die is eigenlijk klaar. En wij werken met een illustrator om mooie plaatjes daarin te krijgen, zodat die uit kan komen. Ik had nooit gedacht dat ik kon schrijven. En dit is een van de capaciteiten van mij, die openging door Access Bars en na... Eigenlijk pas na jaren, na 3 jaar dat ik Access deed, begon ik te schrijven. En dat ging van één dag naar andere. Ineens was het net alsof een deur open ging. En ik moest gaan zitten en ik begon te schrijven. En het wou niet stoppen. En ik had een heleboel blogs toen geschreven binnen 1 week. Verhalen die gedeeld wouden worden. En dat is nooit meer gestopt. En soms komen er dingen dat ik denk van wauw, dit wil echt gedeeld worden, dit wil echt in een boek zitten.
En het is prachtig. Die boeken zijn allebei op het moment niet in het Tsjechisch, omdat het niet makkelijk is voor mij om op zo'n manier te doen. En omdat, ook omdat er zo groot honger was naar informatie, was het heel mooi om ze. En voordat een Access boek vertaald is naar een andere taal, duurt het soms een jaar, soms anderhalf jaar, soms nog langer. Dus het was heel mooi om eerst de Access boek aan te kunnen bieden. En het werd heel, heel fijn, heel mooi ontvangen. Eigenlijk als ik zo over praat, wil ik hem vertalen naar het Engels of naar het Nederlands. Want wat ik terugkrijg, is dat het mensen heel erg helpt. Ook om in hun eigen leven veranderingen te maken. En de inspiratie daarin is eigenlijk waar ik het over had aan het begin. De reis die ik had meegemaakt. Die heel geleidelijk ging, maar tegelijk heel snel. Als ik terugkijk, ging het heel snel. Toen dat allemaal gebeurde, was het totaal ongeforceerd en totaal niet doorverdacht. Is dat een woord? Ik had daar niet over nagedacht. Ik had gewoon voor mijn gevoel kleine keuzes gemaakt en heel geleidelijk. En er is iets heel moois ontstaan. Het was heel zeker in samenwerking met mijn lichaam. Want mijn lichaam was helemaal niet zo top voordat ik Access ging doen. Wat ik eigenlijk al voor Access wist, was dat mijn lichaam werkte op 20% van de capaciteit van normaal fysieke lichaam. Daar was ik ooit achtergekomen in een consult met iemand die ging kijken naar mijn energetische systeem. En die man zei: Hey, je bent als een kind in een verkeersongeluk geweest of in een andere ongeluk. Je was heel hard gevallen. Een heleboel banen in jouw lichaam gingen toen uit elkaar en de energie stroomt niet zoals het hoort. En jij hebt het veel zwaarder in jouw lichaam. Dan andere mensen. Misschien weet je dat niet, maar dat is het wel. En ik zou zo'n consult niet eens nemen, maar mijn shiatsu-therapeut zei: Hey, er is iets met jouw lichaam. Je moet naar de ziekenhuis, je moet je laten testen, want er is iets mafs. Jouw lichaam werkt. Ik zet de energie op gang en het stroomt heel mooi. En voordat je naar huis gaat, is de helft al verdwenen. Hoe is dat mogelijk? Er is echt iets mis. En ik zei: Nou, ik ga niet naar de ziekenhuis. Ik weet niet iets. Ik heb niet echt een probleem. Er is niks aan de hand. Ik ga me niet laten onderzoeken. Toen had ze me in mijn hand dat kaartje gedrukt van haar collega, van een magnetiseur die kon kijken. Die kon de energie goed zien. En die had mij dus toen dit verteld. En met Access, met Bars, ging heel veel veranderen in mijn leven. Voornamelijk in relaties en in de keuzes die ik aangereikt kreeg, in mogelijkheden die ik aangeraakt kreeg. Maar later, toen ik eerst de foundation had gedaan, veranderde er een heleboel door de Access lichaamswerk. Mijn lichaam zuigde al die energie helemaal op. En al na de eerste behandeling met cellulair geheugen, was al heel, heel veel van die energetische banen gingen gewoon weer doorverbinden. En ik kan me nog steeds herinneren dat gevoel van mijn lichaam toen ik naar huis ging, na die tweede of derde, tweede dag van de foundations. Van wow, zo veel meer energie dan ervoor. En sindsdien lukte het ook veel makkelijker om mijn leven te creëren samen met mijn lichaam. En mijn lichaam vragen wat het nodig heeft en het willen aan mijn lichaam geven. Tegenwoordig zou ik zeggen dat de creatie met mijn lichaam eigenlijk is wat mij naar voren drijft. Wat mij ook nieuwe mogelijkheden laat zien. Mijn lichaam heeft geleerd, of waarschijnlijk konde mijn lichaam dat altijd. Maar ik had geleerd om te onderscheiden wat licht was en wat niet licht was. En mij bewegen op basis van energie. En dat. Het is heel bijzonder hoe snel en hoe dynamisch dat werkt. En hoe als ik dit toepas in creatie, dat mijn leven steeds verruimt.
Dat is eigenlijk wat ik wou delen. Ik zie dat veel personen kiezen op basis zo van, hey, als ik deze stap doe, dan betekent dat dit en dat en dat. Als ik deze cursus kies, dan kan ik dit en dat en dat. En dat is een heel klein onderdeel van onze realiteit. Dat is een heel klein deeltje. En als we loskomen van dat redeneren, als we loskomen van dat van de realiteit van oorzaak en resultaat, dan kunnen we veel snel veel grotere dingen creëren en maken. En ik zal in ieder geval steeds meer ook faciliteren in Nederland. En ik ben mijn nieuw Nederlandse team aan het creëren. Ik moet mijn bril opzetten om te kunnen lezen wat er staat. Wat gaaf dat je dit deelt. Oh, dankjewel Anke. Ja, en het is zo grappig, want voor mij is dat wie ik ben. En dus ik heb het niet door dat... voor mij is het zo vanzelfsprekend dat ik daar niet altijd over heb. Maar tegelijk besef ik dat het voor iemand anders heel, heel nieuw of inspirerend kan zijn. En Pascal zegt de energie volgen die goed voelt. Ja, die expansief is en die licht voelt. En waar ons lichaam blij van wordt, dat creëert altijd veel meer dan te kijken naar... Oh, oké, als ik dit kies, dan betekent dat... Nou, als ik dit kies, wat gaat het creëren in mijn leven over 5 jaar? Hoe is de energie van mijn leven over 5 jaar als ik dat kies? Als we zo bewegen, is dat veel makkelijker. En een voorbeeld van mijn eigen leven van vorige week, bijvoorbeeld. Mijn lichaam wou nog eens abuse hold ervaren. En ik heb hem ieder al 2 maal gehad van een vrouwelijke facilitator. En mijn lichaam wou heel graag een abuse hold sessie. En dat is voor degene. Ik weet dat deze groep heel erg is gegroeid in de afgelopen jaren. Dus voor degene die nieuw zijn hier. Abuse hold is een behandeling van excess consciousness. Die je kan nemen om alle gevolgen van abuse, van misbruik uit je lichaam te krijgen. Dus dat kan gaan natuurlijk, het kan gaan om fysieke misbruik, het kan gaan om seksueel misbruik, het kan gaan om financieel misbruik, gaslighting, allerlei verschillende vormen van controle die uitgeoefend waren over jou, zitten op fysiek opgesloten in jouw lichaam. En dus dit zijn geweldige sessies waar bepaalde personen binnen Access getraind in zijn. En je moet Choice of Possibilities class nemen. En volgens mij 3-daagse body class nemen. Om te kunnen deelnemen aan dat cursus. En dat weet ik niet zeker. Of dit de prereqs zijn voor abuse hold. Maar volgens mij is het zo iets. En dan kan je die sessies geven, maar je kan altijd zo'n sessie bij iemand boeken nadat je 30 keer had geluisterd naar een cd van Gary van 2,5 uur. En dat is te kopen in Access Webshop en dat heet Original Clearings of the Issues of Abuse. En dat doet al heel veel werk. Goed, daar wil ik het helemaal niet over hebben, maar dat is de informatie die dan handig is om te snappen waar ik het over heb. En ik had dus in Tsjechië voor het eerst abuse hold sessie gehad van een man die dat had geleerd. Want dat wou mijn lichaam en ik wist niet waarom. Maar goed, het was ook een grote verandering voor mij toen ik Access Bars begon te krijgen van mannelijke practitioners en niet enkel van een vriendin. Dus toen mijn lichaam daarom vroeg, had ik een afspraak gemaakt. En wat er gebeurde in de week daarna, ik heb het in creatie altijd zo dat ik weet wat de volgende stap is. In de zin zo van, hey, als ik dit post, dit is nou inspirerend, dit is nou uitnodiging, dit is nou licht om te doen. En als je met een team werkt, dan werkt het natuurlijk in samenwerking met meerdere personen. En ik kon vroeger
gek worden van als we iets hebben afgesproken en een bepaalde persoon heeft het niet gedaan of heeft iets anders gepakt dan wat ik zag dat de grootste expansie creëert. Dat was gewoon nog steeds een punt waar ik heel erg verkramping koos. Waar ik heel veel hierin ging, in dit soort ruimte wat geen ruimte was. In een soort probleem. En het duurde dan weer even voordat ik eruit kwam en voordat ik weer mogelijkheden erin kon zien. En na dit abuse hold was het aantal keer gebeurd dat dingen anders gingen dan dat ik zag, oké, dit zou nou echt cool zijn om te posten, of dit zou nou echt cool zijn om te delen, of dit is de volgende stap, de klas heeft dit nodig. Het was een paar keer een soort van misgegaan, wat natuurlijk ook niet bestaat in de wereld van bewustzijn. En ik had daar totaal rust mee en ik had daar totaal gemak mee. En ik kon veel creatiever omgaan met dat hele situatie. En zo, ik had daar zelf plezier in dat ik niet meer reageer. Want mijn lichaam had niet meer dat patroon soort van, oh, je probleem. En dat is dus na 7 jaar, of meer dan 7 jaar van excess, gebeuren nog steeds dingen. En het is niet dat ik het niet probeerde te clearen. Het is niet dat ik het niet had geprobeerd ervoor om daarmee om te gaan. Maar ik had ervoor geen effectieve manier gevonden om het te veranderen. Mijn lichaam hield het vast en waarschijnlijk hield mijn lichaam dat niet eens voor mezelf vast. Waarschijnlijk was dat abuse die ik uit iemand anders had gehaald. Maar het zat er nog steeds in. En na deze sessie, ineens had ik andere mogelijkheid. En ik weet zeker dat mijn lichaam dat al heel lang wou veranderen en wou aanpassen. Maar het was vroeger gewoon niet gelukt. En jawel. Hoi Anneke, ik zie dat meerdere van jullie aan het luisteren zijn. Dus dit was voor mij ook weer zoiets van heel onvoorstelbaar om te zien. Dat ontstaat eigenlijk door een sessie van een lichaamsproces te kiezen. Verandert mijn lichaam iets wat ik al heel lang heel graag wou veranderen, maar geen effectieve manier en geen simpele of snelle manier had gevonden om dat te doen. Wat weten onze lichamen over wat mogelijk is? Wat weten onze lichamen over keuzes die ons leven als super expansief zouden creëren? En onze lichamen willen dat niet zwaar hebben. Onze lichamen willen niet dat wij dat zwaar hebben. Onze lichamen willen gemak. En zeker werkt het beter voor hun als we spelen en als we gemak en plezier hebben in ons leven. En daar zijn ze ook bereid aan bij te dragen. Dat wou ik heel even delen en natuurlijk voor wie meer verbinding wil creëren en kiezen met zijn of haar lichaam. Hebben we baars, hebben we een heleboel excess lichaamsprocessen en hebben we een heleboel andere dingen binnen excess die te kiezen zijn. Ik ga vanaf zaterdag mijn eerste 3-daagse bodyclass geven in Nederland. Ik kijk daar ontzettend naar uit natuurlijk. Na elk van deze trainings. Het is iets wat ik sinds juli vorig jaar faciliteer. En een aantal hele toffe al kunnen geven. Dit is mijn eerste sinds de corona situatie. maar ik heb vorige week wel al Life Foundation gegeven in Tsjechië. En ik zag hoe prachtig lichamen werken. Reageren op de excess lichaamswerk. En ook hoe lichamen weer enorm blij zijn dat ze elkaar zien, dat ze elkaar kunnen aanraken, dat we kunnen faciliteren door aanraking, dat opnieuw beschikbaar en mogelijk is. Dus ik weet zeker dat ook de lichamen die hiervoor hebben gekozen en die hier nog voor kiezen, gaan genieten. Het is een uitnodiging voor degenen die dat nog niet wist of die nog
aan het kiezen zijn. Het is nog steeds een mogelijkheid. Vanaf zaterdag beginnen we in Uden. En eind juli geef ik foundation class weer in Alkmaar, vlakbij waar ik woon. Op de locatie waar eigenlijk meerdere van jullie die reageren, hebben daar al een klas met mij gehad. Dus dat is wel heel leuk om opnieuw in contact te zijn. Hey, hele mooie dag. Welke onvoorspelbare keuzes kunnen we maken en welke onvoorspelbare verandering kan daardoor ontstaan en welke expansie kan ons leven meemaken als resultaat daarvan? En wat als we niet vooraf hoeven weten hoe dat eruit zal zien en vertrouwen kunnen hebben in dat ons lichaam dat weet? Bedankt voor het kijken. Fijne dag. Bedankt.